Het directoraat ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie organiseerde op 24 mei een workshop over het concept van waardeketenontwikkeling voor het personeel. Deze workshop sluit aan bij de doelstelling van het ministerie om ondernemerschap te stimuleren en zo de economie te bevorderen. Volgens directeur Karishma Mathura beoogt het ministerie met de workshop om Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Bij de onderhandeling tot het tot stand komen van de samenwerking binnen dit project, de samenwerking zijn we aangegaan met het consultancy firm Solidaridad. En bij de onderhandeling heeft het ministerie opgeëist of als voorwaarde gesteld dat alle kennis die de firm binnen zou halen binnen het programma, alle expertise die gehaald zouden worden, dat het ministerie daar ook gebruik van kan maken. En ze zijn daarmee gelukkig akkoord gegaan. En dit is dus een van de vele workshops, ik denk de derde al, die we samen via Solidaridad, via Search doen voor het ministerie om capaciteitversterking op het ministerie te hebben, om kennisverrijking op het ministerie te hebben. Mathura haalde verder aan dat het ministerie deze voorwaarden gesteld heeft aan Solidaridad, omdat het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk is voor het beleid aangaande ondernemerschap, businessprocedures en het versterken van het ondernemersklimaat. Hoe kunnen wij verantwoordelijk zijn ervoor, maar we weten zelf niet veel ervan? Dus om er verantwoordelijk voor te zijn, niet alleen in de huidige situatie, maar ook in de toekomst, moeten we ervoor zorgen dat wij de kennis tot ons nemen. Moeten we ervoor zorgen dat wij onszelf blijven educeren, blijven scholen in alles dat ondernemerschap aangaat. Solidaridad fungeert als de technische dienstverlener voor het searchprogramma van het ministerie van Economische Zaken. Tijdens een presentatie legde Alex Boyd van Solidaridad uit dat de waardeketen alle activiteiten omvat die nodig zijn om een product van ontwikkeling en ontwerp tot grondstoffen, productie, marketing en distributie bij de klant te krijgen. Boyd benadrukte dat het team zal kijken naar de huidige Surinaamse markt om voorwaarden te scheppen voor een effectieve waardeketen.